Het Amazon Conservation Team, ACT, heeft vanmorgen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met het bestuur van de Campos. Campos is de afkorting van de namen van verschillende Maron-stammen in Suriname, namelijk de Quintis, Alucus, Matawai, Pamaka, Okanisi en de Saramakaners. Het doel van deze samenwerking is om de tribale gemeenschappen te versterken in de strijd voor hun grondenrechten. Dit zegt Minu Parahu, directeur van de ACT. Volgens Steven Petrucci, kapitein bij de Saramakaners en bestuurslid van Campos, was het nodig om de tafel te gaan zitten met organisaties die in het binnenland werken. Bepaalde lefami taki ya bepaalde san san be psakba dat we taki di se taki ma ube ap fugwata fra ens don tak bepaalde san fu lekfas dat anotak we taksananga mbufo nomo da aklari of tamara dat sma e dry sani chako in a samenleving uno. Dus dat we sien tak eenmaal ook ons don atafra, daarom ik kan si tak me beharwa pisi drapek ba tak aboboon, tak if de dubbel mening of impressie dat kost don bakan atafra voor kantak nanga osrefi, voor loko sa ukan bereik in wa boon fasi, in wa boon sani. En a prakseri fu uno, leki campus, u denki tak fuchara, a boon libi en a boon ontwikkelings fu uno, voor de impressie fu uno gona fesi. Parahu zegt dat de ACT samen met de tribale volkeren hun landschappen zal demarkeren, oftewel hun leefgebieden zal begrenzen. Een deel van hun leefgebied is reeds gedemarkeerd en daarvoor zal er validatie moeten volgen. Dat wil zeggen bezoeken van de dorpen, de gemeenschappen om na te gaan of ze inderdaad die grenzen van het leefgebied erkennen. En indien niet, om de verhalen die er nog zijn in die gemeenschap, om die vast te leggen. Dus u weet dat er een gebruik is van orale vertellingen. En die willen we dan in dit project dat we samen gaan doen, meenemen. Die vertellingen geven ook vaak aan waar een bepaalde grens bestond en waarom. Die orale vertellingen zijn integraal van deze benadering. En dan komt het uiteindelijk tot kaarten met grenzen die door de mensen worden gedragen, ondersteund. En uiteindelijk natuurlijk aangeboden aan de overheid. Dat was Minu Parahu, directeur van de ACT. Ze sprak vanmorgen bij de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen de ACT en de Campos. De ondertekening vond plaats in de vergaderzaal van de ACT aan de Doekieweg.